Voilà, dan is het nu tijd om een antwoord te zoeken op de vraag waarom dat Inge Pauwels zich in godsnaam 4 dagen lang laat opsluiten in een dierenasiel. En hoe of wie kan dat beter uitleggen dan Inge Pauwels zelf? Een heel goedemiddag, Inge. Goedemiddag, Maarten. Ik schrok toch wel een beetje toen ik dat hoorde dat jij... Ik weet dat je een beetje gek bent, maar dat is wel heel bijzonder. Maar, hè? Heel bijzonder. Ja, ik vraag me die vraag eigenlijk zelf ook af. Ja? Waarom ik dat in godsnaam doe? Waar is het alleszins mee begonnen? Waar komt jouw motivatie vandaan om dat te gaan doen? Kijk, ik steun heel graag goede doelen die met dieren te maken hebben, natuurlijk. Hè. Vanuit mijn bedrijfsleven heb ik dan de mogelijkheid om hier en daar dingen te steunen. En nu, Music for Life zijn zo hele toffe acties. En ik denk, waarom doe ik niet zoiets als Animal for Life? Weet wel? Een soort van fundraising, een soort van sensibiliseringcampagne. Ook naar de mensen toe, een beetje groter dan normaal. Ja. En hoe gaat het precies in zijn werk? Dus jij gaat in het asiel van Aarschot, ga je 4 dagen lang van 16 tot en met 20 mei? Ja, van helemaal opgesloten zitten. Dus inderdaad, ik kom daar binnen en dan nestel ik mij in een hok, zal ik maar zeggen. Ik moet nog een matras zoeken, maar dekens en zo heb ik al. Een matras krijg je, dat wel. Dat dus niet op de koude vloer? Nee, dat ga ik toch niet doen. Nee. Ik heb ook heel bewust mei gekozen, want ik hou nogal van de zon en ik heb heel snel kou. Dus ik denk, mei lijkt mij een goede plan, want het asiel heeft geen verwarming, geen vloerverwarming. Niks. Okay. Dus ik denk, als ik dan toch mag kiezen, ga ik dan toch maar een klein beetje voor comfort gaan. Ja, ja. En ik ga me dan gewoon opsluiten en ik kan het live volgen wat ik er allemaal ga doen. Dus ik ga er van alle avonturen beleven die honden ook in asiel meemaken. Dus met andere vriendjes. Ik ga uitgelaten dienen te worden. Ik ga verzorgd dienen te worden. Eten gegeven dienen te worden. En mensen kunnen dan ook tijdens dat moment ook vragen stellen aan mij. En dat ziet er dan zo uit, hè? Dus Inge achter de tralies. Zoiets. En zit je dan samen met een hond in een hok? Of? Ik ga dat wel doen, denk ik. Ik ga mijn vriendje uitzoeken. Ja, dat lijkt me gezelliger. Ja. Ja. Maar hoe ziet er zo'n leven uit in een asiel voor een hond? Kan je dat beschrijven? Eigenlijk vind ik het verschrikkelijk. Vandaar ook dat ik het wil doen, om mensen te gaan duidelijk maken van kijk, stel je een keer voor in hun plaats, ga je een keer bij hun leven, in zo'n hok leven, in zo'n asiel zitten, wat dat voor effect zou moeten hebben. Want ik heb nog geen idee hoe ik daar zelf ga uitkomen, maar ik wil dat heel graag zelf meemaken. Ja. Want we vinden dat wel allemaal erg en we zeggen van een dier hoort eigenlijk niet in een asiel, maar we dumpen ze wel. Mm-hmm. Ja, maar kunnen we het vergelijken? Mensen en dieren is toch nog iets anders. Wij mensen, wij zijn bewust van ons bestaan. Ja. Een hond is dat minder... Ja, maar ze zijn toch ook bewust en ze hebben toch ook graag, ze hebben misschien daarvoor een heel leuke huiskamer gehad, een heel leuk gezin, waar dat ze terecht konden, weet ik veel wat. En dan in één keer worden ze in een hok geduwd, weinig contact, nog weinig sociaal contact. De mensen doen hun best, de vrijwilligers van zo'n asiel, maar die kunnen ook niet heel de tijd met die hond bezig zijn. Nee, je gaat je toch vervelen, denk ik, zo 4 dagen lang. Ja, kijk, dat is dus de uitdaging van wat gaat een hond allemaal meemaken, wat gaat er door het hond, waar kunnen we verbeteren, waar kunnen we... Ik wil dat zelf echt graag meemaken. Ja, ik geloof het. En tussendoor ineens de mensen dan ook bewust maken van kijk, denk toch na voor je een hond dat aandoet eigenlijk. Ja, daar gaan we het zo meteen nog heel even over hebben, maar laat ons eerst even vertellen hoe dat mensen jou kunnen steunen. Dat is heel belangrijk. Ja, het is dus, we hebben een livestream op een speciale website, www.dierenactie.be. Ja. En die komt binnenkort online, dus mensen kunnen al gaan kijken. En dan staan alle goede doelen erop, want we steunen een aantal goede doelen. Dus de budgetten die we verzamelen gaan rechtstreeks naar goede doelen. Ja. Zoals bijvoorbeeld antibroodfok, het asiel zelf. Een heel speciaal kattenwoud en zo verder. Dus therapiedier voor de hulphonden en zo. Dus we steunen een heel aantal goede acties. En ondertussen staan er ook heel veel artikels over rond sensibilisering, rond die onderwerpen van... Ja. Dat die toch maar mensen kunnen dus geld betalen om jou te steunen? Ja, ze kunnen dus mij een stukje... kopen, tijdelijk. Dus ze kunnen bijvoorbeeld mij komen uitlaten en dan kunnen ze ondertussen vragen stellen over hun eigen dier. Dat bijvoorbeeld. Wel een beetje kinky, hoor. Het enige laat wat we... Inge Pauwels uit, zo. Het enige wat we afgeschaft, dat was oorspronkelijk komen borstelen en zo, maar dat vond ik er toch over. Dus dat hebben we maar niet gedaan. En zo dat uitlaten, is dat dan op een weide of mag je wel gewoon de wc gebruiken? Ik ga gewoon de wc gebruiken. Ja. Absoluut. Het is wel symbolisch. Het is symbolisch en mensen kunnen eigenlijk een half uurtje van mijn tijd kopen. Dat natuurlijk voor het goede doel is. Ja. En dan kan ik hun misschien met een of andere dingen verder helpen. Dus je gaat daar ook wel een beetje werken dan? Dus ik ga inderdaad ook werken. Mensen kunnen via Facebook, ik heb een Facebookpagina. Mm-hmm. Mensen kunnen dan ook daar vragen stellen die ik dan 's avonds voor ik ga slapen. Ja. Dan beantwoorden. Ik heb geen idee of ik daar veel ga slapen. Ik wil wel een nachtlampje, want ik heb eigenlijk een beetje angst in het donker. Dus
Ja, maar dat zal wel lukken, denk ik. Hè? Met een vriendje wel. Ja. Ja. Zeg, we gaan het straks hebben over trends in kleding en de lente en de zomer en zo. Maar het is ook wel een trend aan het worden om je dieren in een asiel te dumpen. Ja, helaas wel. Hè. Je ziet het toch nog gigantisch veel. En ik begrijp dat niet goed. Die reden dat sommige mensen opgeven. Ja, past niet meer bij de kleur van mijn interieur. Ja, is toch te groot geworden. Je vindt de gekste redenen om dat dier te dumpen. Mm-hmm. Ik begrijp Wat het kan je dan als tip geven? Ja, denk eerst goed na. Welke ras, welke grootte, welke verzorging dat bij jou past, bij jouw gezin past. Dat is de eerste tip. Heel goed nadenken. Ga niet verder op een modegril. Ga niet verder op iets dat mooi eruit ziet. Maar Steffert is voor een stuk een modegril ook. Ja. Maar nu hebben je Franse buldogjes weer enorm. Hè? En dan krijgen wij ze natuurlijk een gedragsprobleem. Maar dat vind ik goed, want dat zijn de mensen die alsnog met een hond iets willen doen, die toch niet willen dumpen, die komen dan gelukkig in gedragstherapie. Ja. En dat is maar een kleintje. Soms bellen mensen mij en zeggen, ja, ik moet een nieuw thuis zoeken voor mijn hond. En dan zeg ik, waarom? Ja, hij bijt de sofa kapot bijvoorbeeld. Zeg, pak één sessie bij ons en het is opgelost. Ja. Dus mensen willen zo het snel... Het moet de perfecte hond zijn of anders. Voilà. En dat zijn geen robotten, het zijn geen speelgoed. Hè? Hmm. Dus de mensen denken eerst na. Ga zeker ook niet naar een broodfokker. Hè, waar dat alleen, hoe weet je dat het een broodfokker is? Eén gouden regel. Zie je de moeder niet, laat het voor wat het is. Elk hondje heeft een mama. Ja, en die moet je gezien hebben? Die moet erbij zitten, die moet je gezien hebben. Ja. Als dat niet zo is, dan... Dan is er iets mis. Dan is er echt iets mis. Oké, dat is een goede tip. Nu, kan je er iets bij voorstellen dat mensen soms iets hebben van, ja, ik ga geen hond uit het asiel halen, want die hond heeft ofwel een verleden, die heeft een trauma, of dat is een gevaarlijke hond, die is niet te vertrouwen, want die zal wel met een reden in het asiel zitten. En dat is nog steeds datgene dat mensen denken, helaas, 80% van de reden zijn echt banale dingen, die oftewel gewoon aan de mensen zelf liggen, bijvoorbeeld hij is te groot geworden, of dat hij door heel kleine bijsturingjes kan opgelost worden. En ik werk, vrijwilligerswerk in asiel, dus ik ga ook honden trainen, die dan gewoon heel simpel bijvoorbeeld opspringen, na een uurtje is dat helemaal opgelost. Dus waarom ons druk maken daarin? Er zitten heel leuke honden in het asiel. Ik heb zelf ook een hond uit het asiel, een Spijtjo. Ja. En ja, kijk, waarom niet? Waarom eigenlijk niet? Die hondjes verdienen echt een kans. Ja. En je wordt begeleid en zo, dus je kan je zeker bevragen wat voor hond dat het is. Als mensen op zoek zijn naar een hond, dan kunnen ze zeker dan ook die periode bij mij terecht, want ik ben er dan toch. In Aarschot, je zit toch achter slot en grendel, je kan toch niet weg. Nee, voilà. Goed, dankjewel. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Veel succes met die uitdaging. En wij kunnen het alleszins van 16 tot en met 20 mei volgen op de livestream. Dat is gewoon via het internet. www.dierenactie.be